iets minder dan de helft. Een paar toch? Eigenlijk denk ik wel veel hoor. 5%. 38%. Oei. 15%? Ik denk dat het onbetaalbaar zou zijn. Ja, onbetaalbaar. De mannen van Tour de Kruise, ja, die zijn overal op elk evenement, dus je kunt er altijd op rekenen. Mensen van Teleont halen, die zeker. Zou ik aan mijn vrouw denken die mij zoveel uren moet missen? Vrijwilligers van de brandweer. Dat valt mij op, ik kom van Antwerpen, dat er heel veel mensen 's nachts buiten slapen. Ik heb dat nog nooit eigenlijk zo gezien. Dus mensen die zich daarvoor inzetten ook. Ja. Feesten die Okra doet, dat is één keer om de 3 maanden geloof ik, dat die samenkomen. En hoe doe je dan de bediening van die mensen? Nee. Nee, ik ook niet. Ik werk voor Davidsons en voor Instituut voor Vlaamse Volkskunst. Van werken. Ik hou me bezig met. Dat is gewoon begonnen eigenlijk, uit verveling. En ik doe dat nu al 1 jaar of 3. Ja. En dan verveelt u niet mee? Nee, niemand dat die andere werk met zich meebracht ook. Maar ik zou dat wel een keer willen doen. Gewoon complimenten, proficiat. Allee, ho, hey. Geef het niet op. Ik had een gesprek een paar dagen geleden met een oude dame die wij erelid van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst gemaakt hadden. En we waren die gaan bezoeken. Zij was ziek en we gaven daar haar een diploma. En we bedankten haar voor al het werk dat ze zoveel jaren terug gedaan had. En ze zei, nee, wij moeten het instituut bedanken, omdat ik dankzij dat instituut de volkskunst heb leren kennen en zo prachtige momenten in heel mijn leven heb meegemaakt. En dat is een schitterende samenvatting eigenlijk van wat het vrijwilligerswerk is. Moeite, maar plezier. Doe allemaal zo verder, super goed bezig en goed dat jullie hier zijn. Voilà.